Frezen op een conventionele freesmachine, daar komt toch heel wat bij kijken. In deze video toon ik u de 7 meest gemaakte fouten op een freesmachine. Fout nummer 1 is eigenlijk onnauwkeurig werken. Een freesmachine heeft heel wat instellingen, sommige toch. De ene heeft er wat meer dan de andere. Maar al die instellingen kunnen ook zorgen voor fouten. Staat uw freesklem bijvoorbeeld goed uitgelijnd? Staat deze kop, die kan draaien, ook goed uitgelijnd? Enzovoort. Wat we kunnen doen om de nauwkeurigheid te verbeteren, is om de instelling van de freesmachine, maar ook van de klem, goed te controleren. Eerst en vooral, de freesklem die we op de tafel zetten, de achterbek moet parallel staan met de tafel. Een gemakkelijke manier om dat te controleren is met een meetklok en een meetstatief. We spannen een geslepen regel in de klem en vooraleer we de klem helemaal definitief vastzetten, verplaatsen we ons op die manier en we zien hier dat die klem toch een behoorlijke afwijking heeft en we zorgen ervoor dat die afwijking zo goed als nul is. We doen dat zo verder tot we geen uitslag meer hebben en dan pas zetten we onze klem goed vast en controleren we nogmaals. Ik denk dat mijn klem nu al redelijk goed staat. Ik draai aan met het dwars. Zet hem mooi op ongeveer 0. En dan beginnen we met de langsverplaatsing. En dan kijken we. En dat ziet er helemaal goed uit. Naast de uitlijning van de machine zijn er ook nog bepaalde toebehoren die extra aandacht vragen om uit te lijnen. Zoals bijvoorbeeld deze klem. Extra handig omdat je dus een extra as kan gaan verdraaien. Maar ook die as moet uitgelijnd worden. Om nauwkeurig en evenwijdig te kunnen frezen, is er één ding nog heel belangrijk en dat zijn de onderlegregels. Eigenlijk is dat voor elke frezer een onmisbaar item. Je kan die ook vinden op onze webwinkel, verspanen.be. Wat zijn onderlegregels? Die zijn gehard, maar die zijn ook geslepen en zijn perfect evenwijdig gemaakt. Ze zijn rondom geslepen en dat zorgt ervoor dat je die voor allerlei toepassingen kan gebruiken, zoals dit hier. We werken mooi proper, dat is ook heel belangrijk. Proper werken, spanen wegdoen, goed de machine kuisen, onder de freesklem ook af nu en dan een keer kuisen. En onderlegregels horen er ook bij. Oké, we spannen ons werkstuk op, zie zo, onze onderlegregels zitten onder het werkstuk. En dan voelen we aan de regels, die zitten nu nog los. En met een kunststoffen hamer tikken we deze voorzichtig aan. Tot je spanning voelt op die regels, dan weten we dat die mooi, perfect evenwijdig zit. De tweede meest gemaakte fout op een freesmachine is het verkeerd instellen van het toerental. Nu, elke freesmachine heeft een heel range aan toerentallen. Het is de bedoeling dat je dat juist instelt en dat hangt af natuurlijk van het type frees dat je gebruikt, HSS of met, zoals deze met wisselplaten. En natuurlijk ook het materiaal en de diameter enzovoort. Om daar een inkijk in te krijgen, in het boek Conventioneel Verspanen heb ik een standaard tabellen waarin de toerentallen staan, maar ook de voedingen in staan. Derde meest gemaakte fout is het verkeerd instellen van de voeding, de automatische voeding. Deze freesmachine heeft ook een automatische voeding. We zetten die aan, die tafel schuift ofwel in de langs of in de dwars op. Nu is het belangrijk dat die voeding niet te traag is, want als het te traag is, dan krijg je meer wrijving. En dat is terug warmteontwikkeling en dat verslijt frezen. Maar als het te snel is, dan gaan de frezen gaan breken. Je hebt ook veel conventionele freesmachines met een opbouwvoeding, net zoals deze. Of je kan een conventionele freesmachine uitrusten met zo'n aanbouwvoeding, die hebben wij ook. Nu, deze voedingen hebben geen exacte waarden, die hebben alleen een variabel regelbaar voedingssnelheid van 1 tot 10. Maar is wel handig om toch al iets automatisch te laten lopen, al is het wel wat meer inschatten wat de juiste voeding is. Hier komt toch bij dat de zintuigen belangrijk zijn. Hoor je dat de verspaning goed zit, dan ben je goed bezig. De vierde meest gemaakte fout op een freesmachine is het verkeerd instellen van de snedediepte. Er zijn namelijk altijd 3 dingen die je moet gaan instellen op elke machine. Dat is het toerental, dat hebben we al gedaan, de voeding, maar ook de snedediepte. En van wat hangt die snedediepte nu af? Een goede vuistregel om de snedediepte te bepalen bij een vingerfrees of een spiebaanfrees is, je neemt de diameter van de frees en het maximale inzet dat je mag doen, snedediepte, is 2/3 van de diameter van de frees. Dus we raken eigenlijk onze frees aan de bovenkant en dan stellen we 2/3 als maximale in ten opzichte van de diameter van de frees.
Bij frezen zoals deze met wisselplaten is er natuurlijk een andere regel. Dit hangt dan meer af van de snedendiepte die maximum opgegeven wordt van die wisselplaat. Het een en het ander hangt natuurlijk ook heel nauw samen met de stabiliteit van uw eigen machine. Het spreekt voor zich dat een zware, logge freesmachine meer stabiliteit geeft dan een kleine tafelfreesmachine. Daar hou je dan ook best rekening mee met de snedendiepte. De vijfde meest gemaakte fout op de freesmachine is het verkeerd kiezen van het snijgereedschap. Een spiebaanfrees of een vingerfrees, dat kennen we bijna wel allemaal. Spiebaanfrees, 2 lippen, soms 3 lippen. Vingerfrezen, die zijn dan meerlippig. Maar het is belangrijk dat je weet wat de troeven zijn van de ene frees ten opzichte van de andere frees. Er bestaan nog een hele pak andere soorten frezen. Dan hebben we het over ruwfrezen, PM-frezen, volhardmetaalfrezen. Dan hebben we nog al de coatingsfrezen, specifiek voor aluminium, enzovoort, enzovoort. Te veel om op te noemen eigenlijk. Nu, daar kunnen wij u perfect in adviseren welke frees net geschikt is voor uw type werk. Het zesde en het voorlaatste punt van de meest gemaakte fouten op een freesmachine is het vergeten klemmen van de geleidingen. Nu, elke freesmachine heeft zijn 3 assen, de langste, dwars en de hoogte, en die hebben allemaal klemmen. Gebruik die ook, want die zijn heel belangrijk voor de nauwkeurigheid en de stabiliteit. Als je bijvoorbeeld een langsverplaatsing aan het doen bent, dan moet de langsverplaatsing losstaan, de dwars in de hoogte staan geklemd. Klem je bijvoorbeeld de dwars niet, dan ontstaat er speling tussen spindel en moer. En dat is allesbehalve nauwkeurig natuurlijk. Nu, het zevende en laatste punt van de meest gemaakte fouten is het verkeerd inschatten van de stabiliteit. Nu, naargelang uw soort werk dat je moet gaan doen, kies je best voor de meest stabiele oplossing. Dat klinkt logisch, maar dat begint eigenlijk al bij de keuze van de freesmachine. Het spreekt een beetje voor zich dat een kleine tafelfreesmachine veel meer moeite heeft met stabiliteit dan een iets grotere freesmachine of zelfs een bedfreesmachine. Iemand die veel freest, weet het als geen ander. Stabiliteit is alles bij het frezen en dat hangt soms van kleine dingen af. Bijvoorbeeld als we een spiebaanfrees zullen inspannen, proberen we dat altijd zo kort mogelijk in te spannen. We proberen ook zo kort mogelijk tegen onze ram te gaan en zo een goede en zo stabiel mogelijke opstelling te gaan creëren. Dus ons werkstuk moet zo stabiel mogelijk in onze klem zitten. Niet alle werkstukken passen zomaar direct in die standaard freesklem. Soms door de afmetingen zijn ze een stuk groter en heb je direct wel wat hulpmiddelen nodig. Nu, zo'n universeel opspanset bestaat uit een heleboel van die trekstangen met T-moeren. Die passen mooi in de gleuven van je tafel. En dan heb je van deze opspanplaten, moeren erover, vulstukken eronder. En dat is eigenlijk nog verrassend goedkoop ook. Maar je hebt dan nog gespecialiseerde klemmen, zoals deze. T-moeren kan je allemaal los aan aanschaffen, allemaal de bevordering van het inklemmen van je werkstuk en de bevordering natuurlijk van de stabiliteit. Nu, het bereiken van de optimale stabiliteit vergt soms heel wat inspanning. Dit is onze freeskast, die staat vol met hulpmaterialen, soms blokken die ik voor een eenmalig werk heb gemaakt om de maximale stabiliteit te gaan zoeken. Nu, dat maakt net het verschil tussen een goede frezer en een hele goede frezer. Hoe je een werkstuk opspant, de stabiliteit op zoek gaat en het proberen inschatten van is dit stabiel genoeg. Op zich is dat al vrij moeilijk om dat in een theorie te gieten, is vooral de ervaring die dat doet. Nu, dit is een typisch voorbeeld van een creatieve manier om een hele grote plaat op te spannen. Ja, dat spreekt voor zich dat dit niet zomaar in de klem kan. Dus hebben we speciale hulpstukken, klemblokken gemaakt om dit werkstuk mooi te kunnen inspannen. Ben je op zoek naar een conventionele of een gestuurde freesmachine voor uw werkplaats? Wij adviseren u op maat. Naast machines hebben wij ook toebehoren en die kan je allemaal vinden op onze website crispijn.be of hier in onze toonzaal te Malden.